Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij kinderspeelgoed. Ik heb jullie laatst deze set om in elkaar te zetten laten zien. We hebben hem nog niet opgebouwd, dat gaan we vandaag doen. Ik ben al erg benieuwd hoe dat gaat werken. Er zit gelukkig een handleiding bij. En de onderdelen zal ik jullie ook laten zien. Alle losse onderdelen die zitten vast en die moet je nog even losmaken. Dan heb je hier wat tandwieltjes. Hier hebben we nog schroeven. Ik denk dat dit de as is. En dit is, denk ik, de krans om de kop van de hagedis. En dan heb je nog een sticker erbij. Hier nog iets transparant groens. En dan hebben we hier de handleiding. Het ziet er op het eerste gezicht erg gecompliceerd uit, maar ik heb het al gezien. Hier heb je een soort van tekentjes, C6 en C15. En nu heb ik hier naar gekeken. Hier heb je bijvoorbeeld B. En als je dan wat beter kijkt, dan zie je dat daar nog een 5 staat. Dat is B11, 12 en 10. Als eerste heb ik C6 en C15 nodig. Ah, hier zo hebben we C. En C6 zit hier. Die heb ik dus nodig. Je hebt ook nog wat gereedschap nodig. Hier heb je in ieder geval iets nodig om de randjes mee af te halen. Ik heb hier zo'n soort tangetje voor. Zo, dat is een stuk beter. C6 is dat. En dan C15 nog. Dat is denk ik dit hier. Dat werkte prima. Nu heb ik C5 nog nodig. Dan gaan we weer kijken naar C. En hier is C5. En zo heb ik dan de eerste stap al gedaan. Nummer 1 is gelukt. Dan ga ik eens even kijken hoeveel stappen er in totaal zijn. Ik geloof dat er in totaal 33 stappen zijn. Dan staat er finished, dus dan zou je klaar moeten zijn. Dat kan nog wel eens wat lastig worden. Maar ik ben wel gemotiveerd en ik ga hem nu eens in elkaar zetten. Zo, ik heb nu de kop van de hagedis in elkaar gezet. Dat was hartstikke leuk om te doen, maar het duurde echt heel erg lang. En eerlijk gezegd vind ik het wel mooi geweest nu. Je hebt hier op het einde ook iets. 16 heb ik nog gedaan. En dan ga je hier zo verder met het lichaam.
Dus ik ben nu op een plek waar je eventjes pauze kunt nemen. En ja, ik hoop dat jullie dit in ieder geval begrijpen en dat jullie dan de volgende keer zien hoe ik het lichaam in elkaar zet en hoe ik de staart dan eraan vastmaak. En hopelijk is die dan klaar om getest te worden. Jullie kunnen me in de reacties laten weten of jullie het leuk vinden om van die technische dingen in elkaar te zetten, van die kleine onderdeeltjes bij elkaar te pakken, zoiets als wat ik net gedaan heb. Dat is hartstikke leuk om te doen. Ik vind het in ieder geval erg leuk. Als jullie het leuk vinden, kun je dat laten weten. Ik hoop dat jullie de volgende keer er ook weer bij zijn als ik dan het lichaam en de staart nog in elkaar ga zetten. En verder heeft hij ook nog allemaal lichtfuncties en dat met die krant, zeg maar, dat is ook erg interessant. Dan zien we elkaar de volgende keer weer. Doei!